Desrevidentiecommissie heeft zich gebogen over een betere structuur voor de onafhankelijkheidsviering. Hierover zal binnen enkele dagen een rapportage worden gedaan aan president Chandrika Prasad Santokhi. Commissievoorzitter Stanley Dijkstil merkt op dat er geen regelgeving was ten aanzien van de parade en het défilé. De ceremonie, hoewel deze dit jaar niet uitbundig zal plaatsvinden, hoort en past bij de viering. De herdenking van Srevidentie is een replica van wat er vorig jaar heeft plaatsgevonden. Vorig jaar bij 46 jaar Srevidentie heeft de president toen ook weer een commissie ingesteld onder mijn leiding. En toen is gebleken dat wij heel hard hebben moeten werken en zoeken naar data om eigenlijk de Srevidentie-viering, de parade, défilé, etc. goed te kunnen organiseren. We hadden toen de pandemie, waardoor eigenlijk het zonder publiek is gebeurd. En dat heeft het voor ons vergemakkelijkt. Uit die commissie is toen een commissie voor langere duur ontstaan, benoemd, om wet en regelgeving te organiseren voor de paradedefilé. Omdat het iedere keer weer anders gebeurde. Er was geen regelgeving, er is geen wet die aangeeft hoe het moet gebeuren. En we zijn toen 6 maanden bezig geweest onder leiding van overste Bob Mangal. En we hebben nu een voorstel klaar voor de president van hoe de parade défilé ingericht moet worden voortaan. En dat hij dat, hoe hij dat in wetgeving kan vastleggen. En wat wij dus nu gaan doen is een voorloper naar wat in wet en regelgeving goedgekeurd zal worden. En dat is een replica, zei ik al eerder, van wat vorig jaar is gebeurd. Waarbij de inspectie van de troepen zal plaatsvinden op het kerkplein. Waarna ze vanuit het kerkplein zullen defileren, paraderen naar het onafhankelijkheidsplein. Alwaar het defileerpunt staat, waarbij de president het defilé met zijn gasten en met de bevelhebber en met de korpschef van het Korps Politie Suriname zal afnemen. Maar ondanks het feit dat wij nu in een hele precaire situatie leven, waarbij er niet genoeg middelen zijn om dit uitbundig te vuren, zul je dit erbij moeten doen. Het is net zoals wanneer je elke morgen opstaat en je moet in het bad. Het hoort bij het onafhankelijk zijn, het hoort bij de viering van de staatkundige onafhankelijkheid. Dit is een ceremonie dat past en hoort bij de viering van staatkundige onafhankelijkheid. Dat gebeurt in elk land. En in de wet en regelgeving hebben we ook aangegeven waarom. Dat rapport gaan wij dinsdag aanstaande aan de president overhandigen. En dan kunnen wij daar echt uitgebreid op ingaan. Het enige is dat na de parade défilé is er zoals gebruikelijk een moment van felicitatie. Zodat het staatshoofd gefeliciteerd kan worden door mensen die zijn uitgenodigd om deze parade défilé te komen meemaken. En dat gebeurt in de paleistuin. En er is een kleine receptie daaraan verbonden. En dat is eigenlijk iets dat helemaal in het geheel past. Daarvoor, zoals gebruikelijk, zullen wij ook op de 23e, zullen wij een decoratieplechtigheid hebben. Want in het kader van de onafhankelijkheidsviering worden er ook mensen gedecoreerd die diensten hebben bewezen aan het land. Die erkend zijn geworden door mensen die ze hebben voorgedragen. Maar daar kan de heer Jack Uden, voorzitter van de decoratiecommissie, diepgaand u daarover informeren.
Hoewel, dan moet ik eigenlijk teruggrijpen naar een interview dat ik had afgelegd vorig jaar. Waarbij eigenlijk al gezinspeeld werd op het terugbrengen van de paradedefilé naar de basis. De paradedefilé is een aangelegenheid van de strijdkrachten van Suriname, van het Nationaal Leger. En het Nationaal Leger kan daarbij het Korps Politie Suriname uitnodigen. En het Korps Politie Suriname op haar beurt kan andere korpsen uitnodigen. Het is uitgegroeid tot wat ik zou noemen een groot ratje toe, waarbij eigenlijk de wet niet aangeeft wat en hoe en wanneer paradedefilé op deze ceremoniële manier gehouden moet worden. Vandaar dat ik eerder aanhaalde dat wij in de commissie wet en inrichting paradedefilé hebben we een voorstel aan de president gedaan. En vorig jaar hebben we ook afgesproken dat de kosten van de paradedefilé eigenlijk niet op het kabinet mogen drukken, niet ten laste mogen komen van de begroting van het kabinet. Omdat het een reguliere aangelegenheid is van het Nationaal Leger. Dus het Nationaal Leger heeft op tijd, op haar begroting, deze kosten opgebracht, heeft de middelen daarvoor gekregen. En dat hadden we ook gevraagd van het ministerie van Justitie en Politie. Het ministerie van Justitie en Politie heeft ook de middelen op haar begroting gezet, regulier. En ze hebben ook daarvoor de fondsen gekregen. Wat ertoe geleid heeft dat deze korpsen, want ze zijn uitgenodigd, niet zullen meedoen, is waarschijnlijk een beslissing van het ministerie van Justitie en Politie over de aanwending van de fondsen die zijn vrijgekomen. In elk geval ziet u, er circuleerde al op social media een bedrag van 2,4 miljoen. Dat zijn de netkosten van het kabinet, terwijl die het vorig jaar viervijfvoudige waren, omdat ook alles werd geraapt op één hoop. En dat is geen prudent beleid. De kosten moet je laten boeken waar ze thuis horen. Dat is ook gebeurd. En het Nationaal Leger heeft op tijd ingegrepen, heeft op tijd de fondsen aangevraagd, heeft op tijd georganiseerd. En het Nationaal Leger, de hoofdverantwoordelijke voor de paradedefilé op Onafhankelijkheidsdag, is in orde. En dat is in orde. En van het Korps Politie Suriname, dat is ook in orde gekomen, misschien iets later, maar binnenkamers is er, heb ik uit de pers vernomen, beslist dat de fondsen anders aangewend zullen worden. Maar dan komen we terug op de wet en regelgeving die we hebben zullen voorstellen, waarbij de paradedefilé eigenlijk een aangelegenheid is van het Nationaal Leger met ondersteuning van het Korps Politie Suriname. De andere korpsen die krijgen in ons voorstel ook de gelegenheid om te defileren en te paraderen, maar dan op hoogtijdagen door hen zelf gekozen.